Curaçao zit sinds 29 maart in lockdown. Hierdoor zijn al veel mensen hun baan verloren en kunnen veel mensen ook niet meer werken. Omdat op het eiland geen sociaal vangnet bestaat, probeert de voedselbank deze mensen te helpen met voedselpakketten. We hadden voorheen, dus tot in maart, hebben we 100 pakketten per maand uitgedeeld. Deze maand doen we er 8000. En dan hebben we nog niet iedereen. Het is echt, er komen toch dingen tegen dat je niet had verwacht dat het op Curaçao gebeurde. Er zijn toch mensen die echt nodig hebben, er zijn mensen die echt arm zijn op Curaçao. Dus daarom werken we zo hard mogelijk om die mensen toch te kunnen helpen. Maar het is het ding, we moeten toch niet hierbij laten. Ik denk wel dat wij gewoon daarna toch die mensen in kaart moeten brengen en die mensen echt uit de armoede moeten halen. Het is tweeledig. We hadden al een hele groep mensen op Curaçao die in armoede leefden, maar wat we niet zagen. Dus zij hadden een onderstand, maar naast die onderstand deden ze nog haren vlechten, tuin schoonmaken, huis schoonmaken, waardoor ze wel op de een of andere manier wel rondkwamen. Toen dat niet meer was, hadden ze ineens veel te weinig geld. Dat zijn de mensen die direct aan het bellen zijn gegaan, want geld was niet genoeg. Daarnaast zijn de mensen die aan het werk waren. De mensen in het toerisme, de kamermeisjes, degene die de tuin doet van het hotel. Ook de mensen die in de restaurants werkten als weter. Die waren freelancers. Die waren aan het eind van de dag of aan het eind van de week, kregen ze uitbetaald. En van één dag op de ander werd aan hun verteld dat er geen werk meer was en kregen ze dus ook geen inkomen meer. Die mensen komen ook bij ons. Dus dat zijn de mensen die getroffen zijn door COVID-19.